Vorige week ben ik begonnen aan het upcyclen van deze stoel. Een van de projecten van mijn meisje. Ik heb besloten om het vuile werk te doen. Dus het schoonmaken, het schuren, waar we het vorige week uitgebreid over gehad hebben. En het aanbrengen van de grondverf. De uiteindelijke kleur, dat gaat ze zelf doen, want dat vindt ze heel leuk. Welkom in de Hobbyboot. Ik heb gekozen voor een grondverf omdat ik niet wist wat de oude basis was van de stoel. Dus ik ga een tussenlaag aanbrengen. Hoe zat het ook alweer? We hadden twee soorten verf. We hebben de alkiet en we hadden de acryl. Acrylverven. Terpentine basis mag door de professional niet gebruikt worden binnenshuis. Terpentine is een vluchtige organische stof. Dus er zit heel veel fos in de verf. En die vluchtige organische stof die is schadelijk voor je gezondheid. Terpentine en water, dat zijn de oplosmiddelen. Dat zorgt ervoor dat je de verf vanuit het potje ergens op kan smeren. Dat verdampt eruit en dan blijven de vaste stoffen en de pigmenten blijven achter op je huid. Terpentine is schadelijk voor je gezondheid. Omdat het verdampt, komt het dus in de lucht en dan zou je het kunnen inademen. En water is in dat geval minder schadelijk. De basis van de twee verven, van de alkiet en de acryl, zijn exact hetzelfde. Uiteindelijk, als ze droog zijn, heb je hetzelfde product op je huid zitten. Het is wel zo dat waterbasis wat sneller verdampt, waardoor het sneller droog is. En de terpentinebasis, dat duurt wat langer. En daardoor heeft de verf wat langer de tijd om netjes te vloeien. Bij beide verven houdt in dat je 14 dagen droogtijd moet aanhouden. Deze lijkt wel wat sneller droog, maar uiteindelijk hebben de beide verven 14 dagen nodig om hun uiteindelijke eindsterkte te behalen. Dan pas zijn ze echt beschermend en krasvast. Dus houd daar altijd rekening mee. Meestal red je het niet met één laag en heb je meerdere lagen nodig. Daarom is het heel belangrijk om te weten wat de droogtijden zijn voordat je een nieuwe laag kan aanbrengen. Meerdere lagen, dat noemen we systeem. En dat systeem begint eigenlijk al bij de ondergrond. Is het hout? Is het metaal? Is het kunststof? Dat bepaalt eigenlijk al wat voor verf je gaat gebruiken of welke primer je nodig hebt, welke grondverf je nodig hebt. Dit zijn een beetje de dingen die ik nodig heb. Een kwast, een roller, een rollerbak en uiteindelijk de grondverf zelf. Even de handleiding gelezen en ik moet 4 uur droogtijd aanhouden tussen de verschillende lagen, want ik ga natuurlijk verschillende lagen aanbrengen. 2 keer grond en 3 keer afvlak. Wat ik net al heb uitgelegd. Die tussentijd moet je ervoor zorgen dat die kwast natuurlijk niet uitdroogt. Nou, de eerste 4 uur gaat het wel, maar ja, het is eigenlijk een beetje zonde, hè, om het in vloeistof te doen. Nou, dan kan je het in plastic wikkelen. Dat plastic dat moet je uiteindelijk ook weer allemaal weggooien. Het is eigenlijk allemaal heel slecht voor het milieu. En je ziet het al, nou, ik heb een hele goedkope wegwerpkwast gekocht, omdat ik het altijd zonde vind. Want als je langere tijd bijvoorbeeld niet gaat schilderen, ja, dan drogen ze toch uit. Het potje gaat in de glasbak en de kwast belandt uiteindelijk in de vuilcontainer. En dat is wel allemaal milieubelastend. En ik wil toch een beetje bewust klussen, laten we maar zeggen. Maar ik heb de oplossing. Dat is de Brush Keeper en de Eco Brush. Het is een kwast met een steel van ongelakt hout. En dat hout komt uit duurzaam beheerde bossen. Het is FSC hout. Duurzaam beheerd bos is een bos waar ze bomen kappen en altijd weer nieuwe bomen planten. Dus dat is een duurzaam beheerd bos. En het is een universeel kwast. Dus hij is zowel geschikt voor acryl en alkietverf. Dus daar hoef ik geen keuze tussen te maken. En tussen die 4 uur door, dus als de eerste laag erop zit en ik moet 4 uur wachten, dan zit er een speciaal containertje bij, dat is de brushkeeper. Daar doe ik hem met een draaiende beweging in. Daar hoef ik geen vloeistof aan toe te voegen. Ik kan hem gewoon zo wegzetten. Na 4 uur haal ik hem weer met een draaiende beweging eruit en dan kan ik weer de volgende laag gaan aanbrengen. Wil je hem nou langere tijd laten staan en de kwast niet schoonmaken, dan kan je hem natuurlijk tot de maatstreep vullen met water of met terpentine als je een alkietverf gebruikt. En dan kan je hem zo een aantal maanden wegzetten. Want door de rubberen afsluiting, dus door het rubberen dopje
en je draait de kwast er goed in, kan het er niet uit verdampen. Roeren is heel belangrijk, hè? De pigment, de hechtstoffen, bestaat uit zoveel verschillende onderdelen. Als een potje een tijdje stil heeft gestaan, dan bezinkt dat allemaal tot aan de bodem. Dus dat moeten we goed weer door elkaar husselen om het juiste eindresultaat te bereiken. Even de roerhoutjes schoonmaken. Kwast niet te verder indopen. Ongeveer 1/4. Hoe krijg ik nou dat rolletje van de houder af zonder vieze handen te krijgen? Daar heb ik ook wat voor. Het is een heel handig stukje gereedschap waarmee ik de roller met een soort hefboom van de houder af kan krijgen. Hangen we erin, hangen we er overheen en dan klemmen we en met een soort hefboom effect halen we dus. Los van de houder en dan kan ik hem netjes bewaren zodat hij niet uithardt. Dit was het weer vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond en ik zie je volgende week.